Dat is gewoon... Oeh. Ik ging bijna beter filmen dit. Wauw. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar Jelle TV. Het is nog, even kijken, het is 4:30 in de ochtend en we gaan er nu vandoor. We willen namelijk een sunrise meemaken en we gaan nu naar Doisetep, naar de tempel. En daar gaan we dan de sunrise bekijken. Het is aan de vroege kant, maar we gaan nog even wat eten halen bij 7-Eleven. En dan gaan we onderweg. Ik heb een lange rok aan en een blouseje, want het is een beetje frisjes en sowieso moet je wat bedekken voor de tempel. Dus ik ben benieuwd, spannend. Ik heb eigenlijk, als ik het me zo bedenk, nog nooit echt een sunrise bekeken. We hebben niet geslapen. We hebben heel de middag eigenlijk geslapen en zijn gewoon heel de nacht wakker geworden, want gaat niet werken voor mij in ieder geval om op tijd te slapen en dan heel vroeg wakker te worden, dus ik blijf liever de hele nacht wakker. Maar ik ben nog vol energie, want ik heb echt de hele dag geslapen. Echt heel slecht eigenlijk. Voor de 7-Eleven staan we te wachten op onze tosties, die ze nu aan het opwarmen zijn. En dan gaan we er echt vandoor. Thank you. Het is al betaald, toch? Nee, we gaan. We zijn nu aangekomen en we wilden eigenlijk gewoon de trap naar boven pakken. Het zijn dan iets van 300 treden naar boven. Dus een kleine klim, maar we vroegen aan de we vroegen aan de beveiliger waar die trap was. En toen wees hij ons naar de lift. En die komt er nu gewoon aan. Dus we gaan gewoon met de lift naar boven, wat ook heel chill is. En dan gaan we wel met de trap naar beneden of zo. Maar dat is helemaal mooi. Even kijken, we gaan dus gewoon naar boven en dan... We hebben dit vorig jaar al gedaan. Ja, we hebben dit vorig jaar al gedaan, maar niet met een sunrise. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben er niet voor betaald en normaal moet je er dus 2 euro... Ja, zoiets, 2 euro voor betalen. Maar heel chill dat ik het niet voor mezelf doe. Ik weet niet of je het kan zien, maar dit is het dus naar boven. Ja, wat grappig. Ik kom nu aan, Angel gaat even naar het toilet. Maar echt, de view is ongelooflijk mooi. En dat moet ik echt even met jullie delen nu dat het nog donker is. De monniken die zijn nu net wakker. Die zijn al in de voorbereiding om de tempel klaar te maken en dergelijke. Ik zie ze nu al lopen. Die denken ook van, hup, wat doen jullie hier? Maar kijk jongens, dit is de view. Echt heel mooi. Oh, ik kan echt niet beschrijven hoe dit er in het echt uitziet. Ik weet nu al dat het beeld niet eruit zal zien zoals ik het nu voor mijn ogen heb. Sunrise meegemaakt. Helaas is het iets te bewolkt. Dus dit is nu de view. Het was in de avond toch een stuk mooier en spectaculairder. Maar dit is ook helemaal niet slecht. Ik en Angel die willen dit eigenlijk gewoon wel vaker doen. Dus we kijken. Glad. Oh my god. Ik ga bijna op mijn bek. Dus we gaan waarschijnlijk terugkomen om dit nog een keer te doen. Hopelijk met beter weer, weinig wolken en zo. Zodat we de sunrise echt kunnen zien. Oh my god, ik val de hele tijd. Het is echt glad hier. En we gaan nu gewoon genieten van Doisetep. Nu nog heel rustig is en geen toeristen zijn. Want dit is een van de meest druk bezochte toeristische plekjes van Chiang Mai. En ik kan je eigenlijk wel aanraden als je in Chiang Mai bent om alles voor
12 te doen, want dan is het nog lekker rustig. Kijk eens, echt heel mooi. Ik ga nu naar Angel toe. Dat weet ik dus niet. Volgens mij naar de andere kant. Echt? Oh, kom, doen we dat. Dat is naar Deutsche Tap. We zijn in Deutsche Tap, toch? Nee. We zijn nu aan het begin van Deutsche Tap. Oh. En dan heb je nog een klein stuk en dan oh, ga je op naar National Park. Oh ja. We zijn alweer gone. We hebben 2 minuutjes rond de tempel gelopen. We hebben het hier eigenlijk al een beetje gezien. Omdat we vorig jaar hier uitgebreid zijn gaan lopen. Dus het is niet nieuw, maar het is wel grappig om hier weer te zijn. Helaas was de sunrise niet zo spectaculair als dat we hadden gehoopt dat het zou zijn. Want het is gewoon veel te bewolkt. Maar goed om te weten dat we nu in ieder geval precies weten waar de zon opkomt. En dat we misschien de volgende keer even goed naar de weersvoorspellingen... Waarom ben ik zo uitgeput? Ik weet niet waarom. Maar dat we even goed naar de weersvoorspellingen gaan kijken en dan een nieuwe poging gaan wagen om hier naartoe te komen. Want het is echt maar een half uurtje rijden en het gewoon heel goed te doen. Ja, het is lekker rustig. Het is echt eigenlijk het perfecte moment om hier te zijn. Niemand, echt letterlijk niemand, echt maar een paar locals. En ja, ik denk dat we maar vandaar gaan, hè? Gaan we weg? Yes. Oké. Okay. Dat is goed. Kijk, ze lopen hier allemaal. Ik ga even een omweg maken. Oké. Zo, je flipt hem helemaal, jij. Weet je hoe pijn dat deed? Ik weet niet of je beseft hoe pijn dat was. Nee, ik was net op tijd. Wat is er allemaal gebeurd? Vuurmieren. Niet kleintjes, gewoon echt joekels. Zo, dat is wel groot. Groter dan mijn kleine teen, joh. Oh, wat een chill. Waar hebben ze gebeten? Op mijn hele voet. Oh, dit. Hier, daar. Zo. Ze hebben ook hier gebeten. Ja, ik zie het. Denk al, wat begin je nou in één keer te gillen, joh. Nou, we zijn dus bij de waterval. Ja. Kan je hem even laten zien? Alsjeblieft, ik wil even niet meer daar lopen, echt niet. Het is alleen dat het regenseizoen net is begonnen, waardoor de waterval nog niet op zijn krachtigst is. Dus het ziet er nu een beetje, ja, zachtjes uit. Ja, hij is daar. Niet hier. Hij is verder omhoog. Oh. We gaan nu weer terug naar huis. En ik wil nog even een tour laten zien. Of nee, hoe noem je dit? Geen pissenbed. Nee. Schattig. Oké, we gaan er nu echt van door. Oh, hier. Kijk. Oh ja. Voor hem is? Echt leuk. Right. Let's go home. Dus nu voelt het branden. Nou, valt eigenlijk nu mee. Dat is gewoon... Oeh. Ik ging bijna beter dan dit. Wauw. Zo, ik ging bijna, hè. Die hele trail zijn mieren. Wat hoor? Ga je omheen hoor? Zo, ik ben bijna. Ik ben bang voor je. Waar ga je naartoe dan?
Kijk dan, eentje onderzoek. Ik heb een paar onderzoeken. Kijk, ze hebben gepast. Ja. Hier, kijk, ze dragen wat. Oh ja. Een stuk.